Wie is Noortje Rozema? Nou, dat ben ik. Ik ben oorspronkelijk wijkverpleegkundige. En vanuit mijn vak als wijkverpleegkundige heb ik een stichting opgericht tegen eenzaamheid. En dat doen wij met name in Noordwest. En we organiseren 2 keer in de week een inloop en hebben een maatjesproject. Het maatjesproject, dat interesseert mij. Wat houdt dat in? Wij koppelen mensen met een speciale behoefte. Dat kan zijn de behoefte aan sociaal contact of behoefte aan een wandelmaatje of een boodschappenmaatje of een spelletjesmaatje. Nou, precies wat de vraag is, dat is afhankelijk van het aanbod, zeg maar. En dat proberen we heel erg persoonlijk te matchen. Dus zowel de deelnemer als het maatje willen we alle twee goed leren kennen voordat wij een match maken. Omdat we hopen dat de match in één keer goed is. Omdat het toch niet leuk is om als een soort hospita te moeten kijken wie er bij je past. En dat we heel erg geloven en hopen dat het ook een langdurige relatie wordt. Wat is zo'n maatje? Dat maatje is dus zeer divers. Dat maakt het juist ook heel leuk. Dus eigenlijk kan iedereen zich altijd aanmelden als maatje. Heb jij een hobby knikkeren? Of heb jij een hobby breien of borduren? Of heb jij een passie met de duiventil of vogeltjes? Daar kunnen we heel erg gericht op zoek gaan. En dat maakt het zo leuk dat je in ieder geval al iets hebt wat je deelt met je maatje. En het hoeft natuurlijk niet als jij genoeg, als je wat te vertellen hebt wat jouw passie is en dit maatje heeft dat niet. Dan kan je weer van elkaar leren, wat ook heel leuk is. Dus we zorgen eigenlijk altijd en we hopen dat ook, dat kan je natuurlijk niet altijd voorspellen. Dat er voor beide wat in zit. Dat het een echte win-win situatie is. We hebben nu sinds kort zijn we op zoek naar belmaatjes. Vanwege het coronavirus kunnen we dus niet meer op bezoek bij de maatjes. Of bij de deelnemers. Dus de maatjes moeten thuis blijven. Omdat we werken met een kwetsbare groep. Eigenlijk bijna allemaal 70-plussers. Waarvan gewoon wordt gezegd niet meer op bezoek komen. Wat kunnen we dan wel bieden is telefonisch contact. En eigenlijk zijn er ontzettend veel mensen momenteel geïnteresseerd om iets te doen voor een ander. Dus dat hebben we weten te koppelen aan elkaar. En we hebben nu al iets van 40 belmaatjes die zich vrijwillig aanmelden om in deze tijd wat te doen voor een ander. En dan kijk ik ook weer. Is het maatje, zit het dicht bij elkaar? Hè, om er uiteindelijk misschien nog wel wat meer uit te halen dan alleen een belmaatje. Hoe konden ze bij jou contact leggen? Nou, wij hebben een prachtige website, www.oogvoorutrecht.nl. Daar staat ons belmaatjesproject op. Daar staat ook ons gewone project, ons reguliere oogcontactproject. Dat zijn de maatjes die ook live op bezoek gaan. Ja, en daar staan ook allemaal tips op hoe om te gaan met het coronavirus.